Ba-da-da-bum. It's us. Yeah. We zijn nu in het Rockhampton Zoo. En we zien voor het eerst kangoeroes die leven. We zien ze alleen langs de weg als ze doodgereden zijn. En ze liggen een beetje te suffen in de schaduw. En die schaamt zich. Die heeft vast iets gedaan. Zonder overdrijven, misschien echt al wel 30 dode kangoeroes langs de weg zien liggen. Oh, daar zit hij. We zijn aangekomen bij de koala's. Oh. Hij is nog een beetje slapen. Mag ik erbij gaan liggen? Ja hoor. Lekker kangeroebiefstuk. Goh, met pasta en boontjes. Maar het is kangeroebiefstuk. Het gaat vooral om de kangeroebiefstuk. Stuk. Die ligt nu in de pan. Dus we zijn benieuwd. Robin wilde nog wat. Wat doe je? Ja. Aardbeien plukken. Aardbeitjes, aardbeitjes. Laat zien. Knoepert. Ik ben zelf een knoep. Molly is ziek. De auto heeft mankementen. Iets met een rem of zo, die ventileert te veel. Die zuigt te veel lucht in, waardoor die een piepend geluid geeft. En op een gegeven moment niet meer zal remmen. Dus die moeten we laten maken. Dat is veel geld kosten. Dus hebben we maar arbeidjes zelf geplukt. Leuk. Ja, helaas gaat alleen dat repareren gewoon $250 kosten. Dat is allemaal even kak! Maar dan kunnen we wel weer remmen. Kunnen we wel weer remmen, dat is ook wel belangrijk. Wat doe je? Filmpje maken met mij. Nou, ik ben aan het filmen. Meet mij dus. Zeggen. We gaan zeggen dat het vandaag zondag 7 oktober is, want we hebben al... Oh ja. Dat is al een tijdje geleden dat we gezegd hebben welke datum het is. Dus zondag 7 oktober. En we zijn in Bundaberg. Klinkt het al Duits? Bundaberge. 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 Bundi. Bundi. Dat klinkt een stuk stoerder. Bundi. En wat hebben we hier gedaan, Robin? Drie keer niks. Geen flikker, geen fuck, geen zak. We zijn naar het zand geweest, we hebben geluierd, we hebben bij het zwembad gelegen, we hebben geluierd. Boekjes gelezen. We hebben boekjes gelezen. Gegeten. In de zon. Dik geworden. En geluierd. En geslapen. Waarom? Wat gaan we doen vandaag? Wat gaan we doen vandaag? Wat gaan we doen vandaag? Wat gaan we doen? 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 Wij gaan naar... Feestelijk. En we zijn er! Nu nog achteruit de boot af en dan gaan we. Bam! Boom, boom, boom. Leek. We kennen ze, ja? Ja. Oh, die mensen horen er niet op te staan, want nu lijkt het alsof het een privéstukje is. Ik zeg weer een klein stukje perfectie van moedertje natuur. Die ik?
Oh, ja, ja, ik had het over jou die keer, ja. Inderdaad. Chrisje, leef je nog een beetje? Ja hoor. Ja. Ik heb me van binnen zo in elkaar geschud. Ga het even laten zien. Ga het laten zien. Het eerste kaartje sinds tijden. Ja. Laat zien, laat zien, laat zien. Heb eens. Ja. Dit is Feestje Island. Oh, wacht even, moet scherp stellen. Ja. En we zijn hier aangekomen met de boot. Ik ga inzoomen. En toen zijn we zo gereden, zo een rondje. En toen hebben we bij het meer gezwommen. Oh, niet zoveel bewegen. Maar wacht, ik doe hem even zo, dan heb ik wat meer. Zo. Dus we zijn zo gereden, allemaal off-road, allemaal vierwiel. En toen zijn we net zo dat groene paadje. En nu zijn we hier. En dan ben ik helemaal door elkaar geshaked. En shakende Christa's zijn leuk. Hoe? Hoe? Ja, ze komen echt los van de stoel soms. Er zaten best pittige stukjes tussen. En waarom slapen wij hier? En nu vragen jullie eigenlijk misschien af, waarom staat er een hek omheen? Er lopen hier dingo's rond. En Chris? Chris, ho. Wat zijn dingo's? Die mieren is helemaal een takje aan het... Dat zie je niet. Wat zijn dingo's? Dingo's zijn wilde honden. Poef. Die blijkbaar heel gevaarlijk zijn. Ja, die zijn blijkbaar agressief. En het is... Ze hebben al puppies gekregen en jonkies gekregen, dus dubbel agressief. En als je binnen de hekken blijft, dan is het niet zo gevaarlijk. Is het in ieder geval veilig. Dag Chrisje. Doei. Het hier is. Stomme wind. Het is hier wel waanzinnig. Zoals ze hier zeggen, amazing. Welkom vandaag bij Koken met Sterren. De ster is Christa, de cameravrouw. En die doet mij dadelijk assisteren met koken. En gaan wij genieten van een zeer culinair hoogstandje. Wat weten we? Aardappel dingetje met groentjes. Ja? In een sausje. Uitblik. En waarom koken we zo? Omdat veel te hard regent. Goedemorgen, het is nu vrijdag 12 oktober en het is 7:30 in de ochtend. We zijn net wakker, ik lig nog in bed en ik lig even van het uitzicht te genieten wat we hebben. Want ik kijk hier naar. Wacht, laat ik jullie even zien. Ga weg! Pokken jong, als je denkt hoe kan dit? Ik ga uit de auto! Gas, gas! Gas, kom!